bij Rudy, Rudy van Halenwijn. Ik woon momenteel in Oostende, maar ik heb een tweetal jaar in China gewoond, geleefd en er heel veel plezier beleefd. Als je aan mij zou vragen wat de hoogtepunten in China zijn, dan is dat op zichzelf geen gemakkelijke vraag. En waarom niet? Moet je weten, China is pakweg 326 keer groter dan België. Dat is dus een heel groot land. En niet alleen die afstanden zijn zo groot, maar je hebt ten eerste culturele hoogtepunten. Denk maar bijvoorbeeld aan de Great Wall. Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. Dus je hebt die culturele hoogtepunten zoals de Great Wall, maar evengoed de verboden stad. Stel je voor een stad in de stad. Enerzijds culturele hoogtepunten, anderzijds heb je ook de natuur, de hele mooie natuur, die verscheidenheid. Je bent bijvoorbeeld in de Himalaya en dan ben je daar op het dak van de wereld. Aan de Mount Everest, super, mooi om te zien, mooi om er te zijn. Je bent bijvoorbeeld in de omgeving van Yangtze, je hebt daar het aardige karstengebergte. Dus stel je aan mij de vraag, wat is voor jou het hoogtepunt in China? Dan moet ik eigenlijk zeggen, China. Zowel cultuur als natuur, een mooie mix van de beide eigenlijk. Lekkere eetgewoontes. Een van die suggesties zou ik zijn, proef zeker de Chinese keuken. Laat die lepel, laat die vorkjes maar thuis. Ga eten met stokjes. Een tweede tip die ik wil geven, zorg ervoor dat je een tweede toestel bij hebt. Want jij gaat niet alleen foto's maken van de Chinezen, maar zij gaan beslist ook foto's maken van u. En dan sta jij daar met de volledige Chinese familie op de foto. Grootmoeder, grootvader, kinderen, kleinkinderen. En jij staat daarbij. Misschien ken je ze niet, maar je hebt beslist een mooie foto en je hebt een mooi verhaal als je terug thuis komt. Wil je individueel op pad gaan? Dat is geen enkel probleem. Wil je liever aansluiten bij de groep? Kan even goed. Kortom, het komt er zo'n beetje op neer uiteindelijk dat als je met Koning Aap op reis gaat, dat je eigenlijk alleen maar moet ontdekken, genieten en op stap gaan. Dus wat is er leuker? Naar een ver land gaan, je eigen accenten kunnen leggen en volop genieten en ontspannen terugkomen van een reis met heel veel mooie verhalen.